Onze mama meerkoetje die is dus niet meer op het nest. Oh, wij zijn de stadsjutters. Ja, hallo lieve vrienden. Een hele goedemiddag. Ja, want dat is het al. Ja, al lang al. Bijna 3 kwartier. Maar ja, al lang al. Wat doet het? Hey. Mag ik hier blijven zitten? Oh, dank u. Van harte welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, die zaten alweer te donderjaren en die zaten mij een beetje weg te duwen, mij een beetje pijn te doen en alweer. Ga eens die kant op. Ga eens even op mijn voeten leggen en dan spelen. Nou ja, dan voel je je botjes wel rollen. En je spiertjes, ja, laat ik dat maar ophouden. Maar oké, lieve vrienden, ik ga straks lekker met z'n lopen even. Een rondje gracht en daarna pak ik mijn scootmobiel. En dan zeg ik, goeiedag. Dan gaan we lekker even over de Juttersmarkt. En nog even naar een nieuwe winkel toe. Eventjes kijken wat die beste man allemaal verkoopt. En dan zullen we het beleven, ja. Ik neem jullie uiteraard mee. Gezellig. Ja, gewoon gezellig. Neem ik jullie lekker mee. En we zullen beleven hoe dat allemaal gaat. Ja. Die zijn echt gek. Nou ja, zo ken die ook wel weer, toch? En is het straks een piep? Piep! Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag en geniet met ons samen mee. En dan, ja, dat vinden wij gewoon maar fijn. Ja, en als je de vlog leuk vindt, steek de duimpjes omhoog. Vind je hem niet leuk, steek je de duimpjes naar beneden. Maar zet er wel even goed onder bij je reactie waarom je het niet leuk vindt. Ja, geen één die dat wil doen, hè. Ik krijg ook wel duimpjes naar beneden. Maar zet dan een reactie erbij waarom je dat doet. Kunnen wij verleren. Ja. Maar ik zie wel duimpjes naar beneden komen. Bij meerdere YouTubers. Duimpjes naar beneden. Maar vertel waarom. Wat is jouw reden dat jij dat duimpje naar beneden hebt gezet? En dan kan je er ook rustig bij zeggen. Ja, ik volg je en ik heb dit keer een duimpje naar beneden gezet. En de reden daarvoor is... Puntje. Ja. Wie weet, kunnen we daarvan leren? Ja. Dus kom maar op hoor. Ja, maakt niks uit. Dat is enkel maar voor ons eigenlijk ook weer positief, omdat wij daar een leer uit halen. Ja, daar kunnen wij misschien uit leren. Dus ja, je weet maar nooit als jij iets beter weet dan de desbetreffende YouTuber die je volgt. Ja, dan kan diegene er wat van leren en wij net zo goed. Ja, je bent nooit niet oud genoeg om wat bij te leren, zeg ik altijd. Ja, dus ik zou zeggen, geniet ze. En ik hoor het vanzelf wel. En ik zou zeggen, tot later. Doei doei. Hallo, wij zijn de stadsjutters. Wij ruimen alles op vandaag. Nou, kijk eens aan hoe leuk. En dat kom je dan tegen op de Juttersmarkt. Hartstikke leuk. Ja, hartstikke leuk. Nou, we gaan weer verder. Wie weet komen we nog wat tegen. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. De Juttersmarkt was er dus helemaal niks aan. Weer een aantal kraampjes, wat je misschien net op 2 handen aan kan tellen. Ja, dat, ja, het enige wat ik leuk vond, dat was even die dames die verkleed eraan kwamen. En dat heb ik eventjes op film gezet. Maar hun waren voor mij een beetje te snel. Ja, ze laten mij niet het woord doen. Nou ja, oké. Ik hoop dat het wel leuk is. Ik zal erop terugkijken en dan zien we het wel weer. Ik had de boodschappen in huis.
En ik moet nog wel een keer voor zaterdag, want op dat zaterdag Elwing haar eerste vrouwtje krijgt. Op visite, op bezoek. Dat vrouwtje is nog een jong vrouwtje, maar bij haar is Elwing dus geboren. Toen is ze naar een ander toe gegaan waar we van dachten die te vertrouwen was, maar die bleek achteraf niet te vertrouwen te zijn. Dus Elwing was geen normale hond meer, maar een balkonhondje met hele lange nagels. Je weet hoe een haviksneus eruit ziet. Nou, zo was ook haar nagels, maar dan ook nog eens een keer lang. Dus het beestje kon amper lopen en amper staan. Dus ja, dat beestje heeft bij mij een heel goed leven gekregen. Dus ja, ze geniet nou met de dag. Ja, dat is toch heerlijk om zo'n beestje heerlijk zo te kunnen spelen met haar jongere zusje. Het is wel niet een echt zusje, hè. Het zijn twee verschillende rassen, maar in mijn huis zijn dat gewoon zusjes en Kandalf is een kat, maar het is hun broertje. Ja. Hé, jij nou meisje. Hé, jij. Oh. En zondag is deze dame jarig. Wordt ze 2? Ja. Hé? Mwah. Hé? Ja. Ja. Wordt deze dame 2. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet lekker verder van jullie dag. Gaan wij hier ook doen. Ik heb wel stralende hoofdpijn en heel veel rugpijn. Maar dat is gekomen door een winkel waar niet een opredplaats voor ligt. En ook niet de stoep omhoog loopt. Dus je moet over een drempel, dat was klap, boom. Dat schoot me in mijn rug en naar mijn nek toe en ook in mijn hoofd, ja. Gedaan een zakennemer geen keer. Ik heb er wel gelijk wat van gezegd, want er mag hier ook wel een opredplaat voor, want dit is te hoog. Zal ik dat even doorgeven? Ja, niet doorgeven, doen. Ja, gewoon doen, .nl. Maar oké, ik was niet de enige die erover klaagde. Want er was nog een jong vrouwtje die in een duwrolstoel zat. Ze werd geduwd door haar man. En er liep nog een zoontje bij. En ja, die had er ook wel problemen mee om binnen te komen. Ja, tuurlijk. Als het te hoog is. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder. En ik zou zeggen, tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, ik ben weer even retour. Het is inmiddels 18 over 6. Ik heb een vlog in elkaar weten te zetten. Die is tot zover klaar. Alleen, ik moet hem nog naar YouTube brengen. Maar wat gaan we eerst doen? Ja, kijk, er liggen de 2 klaar. Die wil graag even naar buiten. Ja, ja, het moet ook gebeuren van tijd tot tijd. En wat ik me vanavond ook ga doen, GTST komt toch niet. Nou, kijk eens wat een puinhoop zoeken. Jullie hebben wel vaker bij mij een grote afwas zien staan, maar niet zo uit elkaar als nu. Dus daar gaan we vanavond ook even wat aan doen. En dat even schoonmaken, ook de kookplaat en alles. En ik neem jullie daar vanavond gewoon even gezellig in mee. Ook heb ik feestgoedjes gekocht. Ja, ook dat. Een rode voor Elwing en een roze voor Rijka. Waarom, denk je dan? Nou ja, Rijka die is zondagjarig. Even een feestmutsje op, niet de hele dag hoor, dat willen ze niet en dat vind ik ook niet leuk. Gaat alleen nog maar eventjes, ja even laten zien hè. Ja hè, ja, jullie zijn lief hè. Zijn jullie lief? Ja hè, hoe gaan jullie spelen? En er wil er eentje binnenkomen, maar die mag niet naar binnen, want vrouwtje gaat lopen met jullie. Smaakt het lekker om op andermans bonken te bijten? En op een steurt. Stelt je boefies. Hè? En dan komt zaterdag jouw geweeste vrouwtje, Elwing. Hè? Waar je geboren bent. Ja.
En dan zonder groot feest, kijk, ik zie weer een pluk. Hup. Weer een pluk. Nou, en op de grond ligt meer. Ik leg deze even op tafel, want wie weet, zie ik zo nog. Ja, ik zag er nog wat. Ja, bovenop de rug. Ja, en hier weer een. Dat is een klein plukkie. Ja, ze steken er zo plomploren eruit. Hè? Dame? Hallo, dametje. Hup, hup. Kan het er zo uithalen. Hè, vrouwtje gaat andere week wat bestellen voor jou. Ja. Een waterblaas of CQ een föhn voor jou. Nou, dan gooien we dat eventjes weg. Op de grond ligt ook nog wel meer hoor, daar niet van. Kijk, daar ligt ook allemaal al haren in. Ja, dat gaat allemaal door. Het valt momenteel een beetje mee. Ja, onder de bank, omdat ze daar lekker aan het stoeien zijn. Maar daar ligt ook plukjes. Je ziet het wel zo, hè. Maar ja, dat ga je met dieren. En als je dat niet wil hebben, moet je geen dieren nemen. Dus ik denk dat iedereen die dieren heeft, het met mij eens is dat je er hier last van hebt. Althans, last van hebt, je hebt het nou eenmaal. Ja, ik heb er geen last van, mits het te veel zal worden. Dan moet ik toch zelf de stofzuiger er doorheen slingeren. Want anders krijg ik het ook benauwd. Want ja, het vormt zich samen toch wel weer stof. En ik ben allergisch voor de stofmeid. Dus ja, zo van die doende. Niet van haar, ook niet van hondenhaar. Ik heb ooit een allergietest gehad. In het verre verleden. Kreeg ik een heleboel prikken in rug bovenin, is iets van 170 prikken met vloeistof. Moest ik een dikke uur wachten en dan keken ze weer en dan keken ze welke op was gekomen. Was er maar één opgekomen en dat was de stofmeid. Dus daar ben ik allergisch voor. Eigenlijk mag ik geen bankstel met stoffenbekleding. Had leer, sky, weet ik veel wat moeten zijn. Ik had geen vitrage voor mijn ramen mogen hebben. Geen overgordijnen mogen hebben. Nee, alles strak en kaal. En iedere dag had er met een natte doek gestopt moeten worden. Nou, ik kan niet iedere dag een huishoudelijke zorg betalen. En ik kan het zelf ook niet altijd doen, weet je. Leg eraan wat mijn lichaam doet. Wat mijn lichaam wil. Dus ja, de ene keer kost het mij heel veel energie om met de honden te lopen. En de andere keer, nou dan ken ik de wereld aan, weet je. Dus ja. En nou zal het wel weer vandaag meegaan, omdat ik die rotdrempel bij die winkel had. Dus ik heb last van mijn rug, mijn hoofdpijn die begint wat te zakken. Zometeen doe ik wel mijn zonnebril weer op, ondanks dat het grijs, grauw en triest is. Maar ik heb hem toch altijd op. Ook al is het nog zo grijs en nog zo grauw. En ook met regen doe ik hem gewoon op. Ja! Gaat het even een beetje? Potverdikje. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Avond moet ik zeggen. Geniet van jullie avond en tot later. Ik zou zeggen tot dan. Doei. Nou, lieve vrienden, onze mama meerkoetje die is dus niet meer op het nest. Want ze hebben het nest ook nou weg. En ja, de hele berm daar kaal gemaakt. En de boel daar laten zakken zoals jullie hier zien. Ja, dus ik wou dat even laten zien aan jullie. En we hebben hier nou ook een vlot leggen. Ik ben nog ingezoomd, even weer terug, zo. Maar daar geen vlecht er ook ergens een hoor. Ja, bij die brug daar. Dus ja, twee zijn er nou in het water. Met z'n tweeën, meerdere mensen aan het werk. Gaat het ook sneller. Want ja, deze kant moet het ook allemaal gedaan worden.
Maar dat komt allemaal goed, lieve vrienden. Ja. Dus ik zou zeggen, dan heb ik jullie weer even op de hoogte gebracht van deze werkzaamheden. Ja. Dus ik ga weer verder met deze twee beeldschone dames. Nou, ik hoop zegen dat jullie mee kunnen genieten hoe ik aan het werk ben. Want ik was al bezig. Ik heb hier mijn mandje met bestek. De onderste rek hek al leeg. Dus ja, we gaan aan de slag. En ik hoop dat jullie het een beetje volgen kunnen. Want ja, het wordt al een beetje donker ook, hè. Ja, dat ik weet het even niet hoe het allemaal moet. Zo, die moet vol, bovenste mijn rek moet ik nog leeghalen, maar ik vul eerst de onderste en dan gaan we zo weer door. Dus ik hoop dat jullie het een beetje zien. Ik zal het niet, ik weet het even niet. Hup, 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 hup. Toe, open, open. Zo. Nou. Nog een beetje buigen. Zo. Dus de bovenste moet ik nog leeg halen. Maar we gaan met de onderste beginnen om die te vullen. En ik moet eerst... Life begins at the end of a broken heart. Take a chance at it and you find your part. Look ahead and you see that they call it out to you. Obliterate all the fear and you're halfway there. Take a breath, let it out, have them hear you say, why don't, why don't, why don't, why don't you take me out, take me out, take me out, take me out. I'm hungry for a taste of another De vaat zit in de waterwasser, zoals jullie gezien hebben. Nou is het kwestie van dat allemaal opruimen, schoonmaken, etc. Nou, die kan daarin. Dan heb ik er een deksel te veel in de vaatwasser gedaan, want die was niet eens niet vies. Maar wat doen we dan?
dan is het gewoon hup. En ik pak hem weer, want hij is nog niet eens niet nat. Hup. Kijk, dan die daarop. Voilà! Die kan gewoon omgespoeld worden. Nou, dan ga ik dat even schoonmaken. Ja, dan gaan we mee beginnen. Dus, dan zet ik jullie even hier neer. Hopen dat het niet te donker wordt. En dan doen we er een lichtje bij aan. Kijken of dat helpt. Ja. Even opschuiven. Zo. Een klein beetje bijdraaien. En dan moet ik weer omhoog. Hup. En ik vergeet die schaaltjes van mijn beestjes. En zo, kom daar. Hier is de grond. Nou krijg ik van Karin en Roderick het een en ander. Heb ik deze flessen voor nodig? Ja. Dus dan moet ik omspoelen, die flessen. En dan moet ik zo'n plekje zien te geven. Maar dat heb ik nog. Nee, ik weet nog niet waar. Dat is ook van het eten van Kandolf. Die komt daar. Twee flesjes met zeewater gekregen van Mario. Daar ben ik blij mee. Ja, helemaal blij mee. Nou, dat weg. Die weg. Dat daar naartoe. Hup. Die kan daar wel even staan. Deze even de weg. Hup. Zet ik even op tafel. Handig als je alles dicht bij elkaar hebt. Die even daar. Daar, op de kachel, weer doet je wat. Ja, nou, dan moet ik eventjes mijn stok halen, want ik moet even wat zoeken. Of heb ik dat hier nog in? Ja, ik heb hier nog een doekie. En ik heb nog een schone theedoek, dus dat valt allemaal wel mee. Dan moet ik ander spul hebben. Maak ik wel weer reclame, maar er gaat niks boven. Ja, de ene zegt Dusty, de andere zegt Dusty en ik zeg Dusty. Ja, maakt niet uit als het maar een naam heeft. Zo. Nou, een scheursponsje die geen kras achterlaat.
lieve vrienden, het was ook weer klaar. Toch dat het netjes was. En dan moet ik daar nog, maar ik moet even verzinnen waar ik die flessen laat. Ja, die moeten omgespoeld worden. En er komt drinken in en daarna kan het in de koelkast. En ik moet dat hoekje nog even doen. Ja, dat is toch sowieso op de rommelhoekje met al het middel, et cetera. Want jij hebt wel eens iets wat je op de hand moet wassen. Zoals mijn eigen koffiekopje, die was ik op de hand af. Nou, dan moet je toch wel afwasmiddel bij de hand hebben. En er staat een fles Ketjabanisch. Nou, die kan niet in de kastjes. Nee, en ik ga het ook niet bij het schoonmaakmiddel zetten. Nee, dat doe je niet. Dus dat staat op het aanrecht. Dus ja, zo. Wat rommelhoekje, maar dat hou je toch. Dat heeft iedereen, denk ik wel. Ja. Nou, dan kan die weer uit. Zo. En dan ga ik even televisie kijken. En ik zou zeggen, geniet van jullie avond. En tot later. Doei. Ja, lieve vrienden. Het is een tijd van komen en een tijd van te gaan slapen. Die tijd is nu aangebroken. Ik loop de trap op. Heel voorzichtig. Met mijn stok. En ja, dan gaan we zo die kant op. Dus ja, het is voor mij even moeilijk zo. Ik moet uitkijken waar ik loop. Even daarop leunen. Zo, kan niet anders. Want ik loop nou eenmaal met een wandelstok. En verlichtje aan. Zo, wat een meid. Staan we er allemaal op? Ik weet het niet. Ik zal eens even kijken. Even omdraaien hier. Nou ja, zo goed als, hè? Nou, mooi plaatje zo. Of niet dan? Echt wel. Hopisch. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, welterust, slaap lekker en mooie dromen. En morgen weer gezond uit je bed komen. Doei, doei.